Superleuk dat je weer kijkt naar onze nieuwe weekvlog. Zoals je ziet word ik zowel opgegeten als uitgekleed door twee knappe mannen. We hadden na de weekvlog van de vorige keer een flinke cliffhanger. Die zal ik hierboven eventjes linken. We hebben uitgelegd wat de cliffhanger inhoudt. Ik ben zo stom. Maar goed. Perry is natuurlijk echt een super mooi veulen, echt super getalenteerd, echt nou precies wat je wil. Je gaat nu naar onze weekvlog kijken, wat zul je zien? We gaan met Major op les, Steve gaat weer voor het eerst met Cashmere op les. Je zit nu mijn haar op te eten. En natuurlijk de nieuwe coronamaatregelen. Daar komt deze bij te pas. Heel veel kijkplezier! Het is ondertussen 12 uur en we zijn net thuis. Ik ga jullie even onze nieuwe zwarte parel laten zien. Hey Daisy. 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 Kijk, hier hebben we Daisy. Hallo Daisy. Nou, morgen ga ik jullie dus meer vertellen over Daisy. Blijf kijken. Ik ga Daan helpen met poepruimen. En dan ga ik lekker naar mijn bedje. Tot morgen. Hoi, verdoofde Danielle hier. Ik ben net naar de tandarts geweest. Zoals je ziet, mijn mond die doet het niet meer, denk ik, of zo. Ik had... links en rechts boven, links voor en rechts achter, had ik een gaatje zitten. Dus mijn mond is aardig verdoofd. Ik zit zelfs te kwijlen ervan als ik praat. Ik ga nu eventjes naar huis toe en dan ga ik koken. Nou, moet je kijken joh, dat hangt helemaal. Dat is toch niet normaal joh. Ik ga nu even naar huis en koken. Dan kan de verdoving even een beetje wegtrekken. En dan... Sorry. Dan ga ik vanavond lesgeven en Major nog even rijden. Want Major gaat morgen weer mee op les. Het is maandagavond. Mijn eerste les is nu begonnen. Dat is een half gevorderde les. Ze zijn alvast lekker aan het losdraven. Oké, zometeen heel graag wil ik zien een slangenvolte met vier bogen bij de A. Ik vind het heel belangrijk dat je in elke wending mooi de buik van je paard of pony naar buiten drukt. En steeds met je binnenteugel mooi de neus iets naar binnen vraagt voor de stelling. Rij mooi door de hoeken, hè? Goed zo. En iedere keer op de AC-lijn mooi van been verwisselen. Dat je voor de nieuwe wending op het goede been zit. Ja, en naar voor, Anne. Kom maar. Naar voor. Naar voor. Hé, hey, tot aan de hoefslag. Timo, tot aan de hoefslag. Zeker als er niemand over de hoefslag aankomt. Probeer dan echt mooi tot aan de hoefslag te rijden. Ja, op je kont zit Isa en lekker doorrijden. De eerste les zit erop. Dus nu gaan we de tweede les doen. Dit is de gevorderde les. Die zijn vaak het eerste half uur allemaal wel heel erg... dat ze hun best doen en in de tweede half uur zijn ze vaak een theeclubje. Dat is per week een beetje verschillend. De ene week doen we inderdaad de tweede half uur even een beetje een koffieclubje. En de andere week doen we echt lekker gewoon doorwerken. Ook gewoon echt vier breed. Oké, we gaan zo meteen bij de K een linksomkeert maken en terugwijken voor het rechterbeen. Bij de K een linksomkeert en terugwijken richting de H voor het rechterbeen. De groepslessen zitten er nu op. We gaan de ponies allemaal lekker in het midden zetten en dan naar stal brengen. En dan ga ik nog even privélesjes geven. Ik ben er klaar voor. Majortje staat al opgezaald in de molen. Die ga ik nu eventjes pakken. En dan ga ik de camera even een goede plek in de binnenbak geven. Goedemorgen, het is dinsdagochtend. Ik ga het er even naar doen. Goedemorgen, het is dinsdag. Nee, niet. Het is dinsdag en ik heb Kiertje lekker gereden. Die gaat heel erg goed, die doet echt goed zijn best. Ik heb vandaag even met een ander zadel geprobeerd. Even met het zadel van een meisje van stal. Want we zijn erachter gekomen dat zijn... dat eigenlijk de zadels die wij hebben, dat die te krap voor zijn schouders zijn. Dat hij extreem brede schouders heeft. Dus dat is zeg maar onze volgende zoektocht. Dat we op zoek gaan naar een zadel voor Kier. Die eigenlijk natuurlijk nog dadelijk in spieren nog meer gaat groeien. En dat we een zadel hebben die ja, met hem mee kan groeien. Of hem juist daar die... Ik stap Kiertje nog eventjes lekker uit. En dan ga ik zo naar de andere stal de paarden rijden. En dan gaan we vanmiddag met Major lessen.
Goedemorgen. Ik wil je eerst even laten zien. Ik heb jullie een aantal video's geleden laten zien dat ik met Mandona aan het oefenen was voor de stapmolen. Zo, braaf. Goed hoor. We zijn aan het oefenen met Mandona in de stapmolen. De stapmolen met Mandona gaat redelijk goed, zodra ze alleen staat. Maar met andere paarden dan ja, denken ze, hey vriendje, ik ga door de pijlen heen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik ga jullie even het resultaat laten zien. Kijk, daar is Eva met z'n tweetjes. Kazi. Hoi vriend. En daar Mandoontje. Goed hoor. Het is weer een lekker druk dagje vandaag. Ik moet zo deze stal nog eventjes uit gaan ruimen. Want er komt zo meteen een nieuw trainingspaard. Ik ga Atos nu even longeren. Hoi vriend. Hoi knapperd. Knapperd. Zit maar. Ik zit me aan Daan haar hoofd te zeuren wanneer ik er nou een keer op mag. Dus ik hoop dat dat van de week volgende week keer gaat gebeuren. Ja, lekker ding. Nou, kom op. We gaan hem logeren. Ik zeg natuurlijk net dat het een drukke dag is. Moet ik natuurlijk wel even vertellen waarom het een lekkere drukke dag is. Nou, we moeten zo meteen even met een ponnetje naar de dierenarts. Een nieuw ponnetje, even om te keuren. Alle paarden moeten natuurlijk gedaan worden. Ik moet Cas weer rijden vandaag. Of nou ja, heel graag wil ik dat natuurlijk, om Cas te gaan rijden. We hebben deze week les voor het eerst weer. Donderdag gaan we op les. En we gaan zo meteen ook nog op les met... we gaan zo meteen ook nog op les met Major. Dus ja, dat is lekker rennen, vliegen, alles doen. Gisteren heeft Atos ijzers gekregen. Dat wilde ik voor jullie filmen, maar dat is even niet gelukt. Want ik was op stal en toen had hij al ijzers. Het was eigenlijk wel even nodig dat hij ijzers kreeg. Want hij had, zeg maar, voetrechtsvorging. Elke keer kreeg hij spleten zijn hoeven. En dat had al een paar keer geprobeerd met veilen op te lossen. Maar dat lukte niet. Dus ja, het was nu, voordat dat echt problemen op ging leveren, hebben we daar nu een ijzer onder gedaan. Oh, wat heb jij nou aan de hand? Zie je een lekker chickie? Voordat we daar problemen mee zouden krijgen of dat het in het leven zouden zijn, hebben we besloten om hem een ijzer te geven. Die heeft hij dus gisteren gehad. Dus ik ben ook even benieuwd hoe hij daarmee loopt. Oké, we moeten door volgens Atos. Goed zo! Die Atos, die dacht dat hij een springvries geworden was. Volgens mij vond Atos het wel leuk met de balken. Dus ik denk dat we zo verder kunnen met de balkentraining. Dus dadelijk ook naar twee balkjes, naar drie balkjes, vier balkjes, vijf balkjes. Ik ben met Atos begonnen met één balkje, omdat ik niet zeker wist wat zou gebeuren. En ja, anders dan breekt hij misschien wel zijn benen. Dat willen we natuurlijk niet. Daan die vond dit een goeie hoor. Goed, ik zei natuurlijk al dat we met Major naar de les gingen. Daan die is al een heel eind onderweg. Ik ga haar nog even helpen met de witte bandagetjes voor. Ik ga hem inladen en dan gaan we Daan laten zweten. Majoortje staat ondertussen afgezorgd en wel op stal. Lekker te chillen onder zijn therapiedeken. De show must go on. Super luxe. Cas is voor mij opgezadeld en al in de stapmolen gezet. Dus daar spring ik nu op. En Daan is deze knappe aso aan het klaarmaken. En daar gaan we dan even een filmpje van maken. Kazi, ben je er klaar voor? Ja.
Waar is ze hoor, die meid? Deze jongen is gereden. Hij is ook al uitgestapt ondertussen. Hij staat nu op stal. Met een bergenhooi en lekker zijn therapiedeken op. Ik heb jullie 2 weken geleden laten zien dat Kasmir zijn nieuwe deken kreeg. Zijn Pukas Power Turnout. Kijk eens wat een mooie deken. Maar deze deken is natuurlijk heel erg... Oh, er zit ook steedraai in. Ik wist helemaal niet dat in die Power Turnout ook steedraai zat. Oh, daar hou ik echt van steedraai. Dus dan kan je gewoon rijden. Hop, dekentje op. Nothing on the hand. Die kan niet stuk. Dus ja, dat wilde ik natuurlijk, die proef wilde ik wel op de som nemen. En ondertussen, 2 weken later, ik zal het zo meteen aan jullie laten zien als ik hem opdoe, is hij nog steeds heel. Want dit doet Kasmir dus met zijn dekens. Dit. En echt werkelijk waar met elke deken. Een paar, ik zeg maar, vanaf dat hij 3 was, kreeg hij elk jaar, voor zijn verjaardag kreeg hij van mij een nieuwe deken. En dan moest hij het dan ook maar even mee doen. Maar ik vind dus echt 2 weken al toe. Ik ga het zo meteen aan jullie laten zien. Ik ga nu naar Daan, die heeft ondertussen Atos losgereden. En dan gaan we die even mooi op de film zetten. Zo, die Acer was gaaf. Hij deed echt heel goed. Ik moet dus over 5 minuten bij het sportje zijn. Dat ga ik dus niet redden, want ik ben nog helemaal in paardenshizzle. Het is zo'n dag dat je de hele dag achter de feiten aanloopt. En daar word je zo moe van. Er zit ook nog wind in mijn camera. Pieter. Zo, de sporten was echt lekker. Even zo die drukte er allemaal uit. Oh man, ja, ik ben helemaal blij dat ik toch gegaan ben. Nu ga ik echt de vreselijkste... wat ik echt vreselijk vind om te doen is tanken. Dat vind ik echt zo zonde van mijn tijd. Maar ja, het zal toch even moeten, want mijn auto begint te piepen dus. Nou, getankerd. We kunnen weer 2 weken vooruit. En een cappuccinootje gehaald. Ik ga lekker naar huis rijden. De meisjes op bed leggen. En dan zie ik jullie morgen weer. Ik heb net lekker gesport samen met Steve. Ik heb onderweg eventjes een carb killer reep gehaald. En ik ga nu naar de kapper. Dus ze moet wel echt even mijn haar wassen. Want het is helemaal nog nat van het zweet. Nou, ik ben lekker bij de kapper geweest. Heerlijk even mijn haar gewassen. En natuurlijk alleen de puntjes eraf geknipt. Die hoogst noodzakelijk waren. Kijk, ja, dit is mijn enorme haar. En ik weet niet of je de achterkant kan zien. Hè? Maar mooie vlecht erin. Dus het is weer lekker fris, lekker fruitig. Het is nu 8 uur. Ik ga bij de paarden nog eventjes de dekentjes wisselen. Als ze nog een zweedekentje om hebben. En dan zit dinsdag er weer op. Goedemorgen, het is woensdagochtend. En we beginnen de dag met de allerliefste, allerknapste Justy. Ik ga vandaag eventjes met Kasmir zijn zadel proberen met Just. En dan even kijken hoe dat gaat. Meest reageert Just wel heftig op een ander zadel. Maar ik heb toch het idee, nu ze wat groeit in haar lijf, dat het andere zadel bij de schouders iets te krap wordt. En die van Kasmir is een stuk breder. Dus dan gaan we nu even kijken hoe het daarmee gaat.
Nou, we hebben hartstikke lekker gereden. Wat mij vooral opvalt is dat ze weer lekker schuim in haar mond hebben. En dat heb ik eigenlijk de afgelopen tijd was ik dat een beetje kwijt. Dus dat betekent wel dat we ietsje meer ontspanning in haar lijf hebben met dit zadel. Nou, dat moet ik zeggen, niet een beetje, maar wel echt een stuk. Het voelde ook echt wel alsof ze meteen makkelijk over de rug wilde komen. Eventjes zo met dit zadel rijden. Want ze reageert er eigenlijk wel heel goed op. In de galop moet ze aan het begin even een beetje wennen. Toen dacht ze eventjes dat ze niet meer helemaal zadelmak was. Maar eigenlijk toen we eenmaal galoppeerden, was het eigenlijk ook weer helemaal goed. Ik ga Just nog eventjes lekker buiten zetten. Goedemorgen. The day after de nieuwe coronamaatregelen. Ja, wat moet je ervan zeggen? Ik weet eigenlijk nog niet zo goed wat het nou weer voor impact heeft voor ons. Dus we gaan even afwachten. Wat vandaag komt de KNS en de FNRS met de maatregelen voor de manesjes en de paardenhouderij. Dus we gaan dat even afwachten voordat we in de put gaan zitten. De paarden zijn net allemaal buiten geweest. Die hebben we net binnengehaald. De kast is lekker aan het eten. Jullie zien dat Cas nog steeds zijn power turnout op heeft. En dat hij wel wat poepvlekjes heeft. Maar dat hij nog redelijk wit is. En hij is nog helemaal heel. Geen scheurtje erin. Terwijl de paarden staan te eten, ga ik de stal opruimen. Gisteren is de stal leeggehaald. Het paard is niet gekomen, want er was wat vertraging met de vrachtwagen vanuit Spanje. Dus hij is wel klaar voor gebruik. Maar nu is dus alles uit die stal ergens hier in de stal beland. En dat moet opgeruimd worden. Dus ik ga nu... ik ga eerst wat te drinken pakken en wat te eten. En ik ga een jas aan doen, want ik heb vreselijk koud. En dan gaan we hier de stal netjes maken. Oké, het moment is daar. Hij vindt het echt leuk. Opruimen van de stal, want nou ja, goed, alleen het dekenrek daar krijgt vorm, maar voor de rest moet er nog wel een hoop gebeuren. Er komen elke keer dingen tussendoor. Ik moet even Daan helpen, even dit, even dat. Nu komt er weer wat tussendoor, want ik ga nu met Daan. Gisteren hebben we Azo gefilmd en vandaag wil ik van Caesar een filmpje. Ik wil gewoon met alle paarden een mooi filmpje. Dus we gaan Caesar filmen en deze ellende wordt opgelost, want mijn nagels worden gedaan. Oké, okay, daar is Daan. Wat zei je? Knap paard alert! Echt heel knap, hè? Ik had Atos gisteren laten springen. Ik had gezegd dat je een poll had gemaakt. Oh, oké. Okay. Oh nee, niet. Ik had gezegd dat je een poll had gemaakt om te vragen of we dachten dat het kon springen. Ja, en daarna had ik dan gevraagd of Atos een carrière moest beginnen in het springen. 88% was het daarmee eens, dus we moesten hem natuurlijk vandaag even laten springen. Nou, Daan. Jij als springruiter, ik kan er niet zoveel over zeggen. Ik zie gewoon dat hij eroverheen gaat en ik vind dat leuk. Maar Daan, jij als springruiter hebt daar vast een mening over. En nou, het was vooral een hele nieuwe beleving om met lange beugels en een dressuurzadel te springen. Ja. Maar wat wel heel grappig is, is dat hij echt eroverheen springt en niet denkt, we lopen naar de overkant. Ja. Maar dat hij echt zijn best doet, zeg maar, om naar de overkant te springen. Dus dat is wel echt heel leuk. Het is wel heel leuk als afwisseling natuurlijk en om hem sterker te maken in de gang. Echt heel leuk. Hij vindt, bijna alle jonge Friese vinden galop best lastig. Dus dit is dan natuurlijk wel leuk om die galop sterker te maken. Om af en toe dan een sprongetje mee te nemen. Of een balkje. Dan dat je alleen maar rondjes aan het rijden bent. Eigenlijk voor elk paard. Oké, okay, ik ga mijn hoeven laten doen. De hoefsmid is er voor mij. Dus dat is tijd om naar de hoefsmid te gaan. En dan kom ik jou zo filmen, Daan.
Mijn hoefjes zijn weer geveld en ingevet. Dus ik kan er weer tegen. Oh ja, dit ziet er een stuk beter uit dan die lelijke zwarte randen. En het is tijd om alles weer buiten te gaan zetten. Ja, gaan jullie lekker allemaal mee? Nou, Cas mag natuurlijk niet los. Dus Cas gaat nog een keertje de molen in. En dan ga ik hem daarna even lekker vertroetelen. En als alles buiten staat, dan is het tijd om Daisy met zadel te rangeren. Hij is nu goed gewend hier zo. Hij is rustig ook. Dus ik ga hem nu zadel en hoofdstel. Ja, dus ik ga hem nu zadel en hoofdstel indoen. En dan ga ik in de buitenbak longeren. En dan kunnen we waarschijnlijk van het weekend of volgende week beginnen met zadelbak maken. Daisy. Kom maar. Daisy is klaar om te longeren. Hij gaf echt nul reactie op het zadel verder. En op het hoofdstel. Dus we gaan even longeren. Kijken wat hij dan doet. Daisy vindt dat het spannend. Nou ja, spannend. Vooral interessant. Kijk, veel paarden die vinden de stapmolen altijd een beetje spannend. Als je dan gaat longeren in de buitenbak, dan vinden ze de stapmolen ja, best wel spannend. Maar Isabel, die wil juist alleen maar bij de stapmolen blijven. Dus ik denk, nou, dan soms wacht ik er wel een paar dagen mee. Ik denk, nou, dan zet ik hem er maar gewoon in. En kijk eens hier achter me. Super braaf. Net eerst even een paar rondjes met hem meegelopen. Nu ga ik voor hem lopen en dan ga ik zo, na dit rondje ga ik naar het midden. Daar blijf ik er nog even bij. Kijk, en we lopen eens gelijk samen met Cas. Dan wennen ze daar gelijk aan. Het is ondertussen 7 uur en ik ben nog steeds niet klaar met het opruimen van de stal. Wel hebben we even een switch gemaakt hier in de stal. Kier is gewisseld met Cas. Check. Dus als we dan binnenkomen, hebben we hier als eerste Kier. En dan hebben we hier Major Lazer. Ja, Kierie, je bent een lieverd. Dan hebben we tegenover Cas Aso. Hi, Frink. Die mooie lange manen. Dan staat Daisy. Daisy wel. Staat nu dan naast Aso, want Atos stond hier en dan zou Daisy hier moeten. En dan hebben we twee hengsten naast elkaar. Dat gaan we nu doen. En Atos is nu naar de overkant in de box van Aso naast Cas. En dit gaat allemaal helemaal goed. Voordat ik naar huis ging voor het eten is ook onze nieuwe vriend aangekomen. Daarom moest ook allemaal even gewisseld worden, want ik wil het nieuwe paard niet hier hebben met de hengsten. Maar die staat nu daar buiten. Ja, kusje. Ik ga nu eerst even lesgeven en dan ga ik aan jullie de nieuwe laten zien. Ik weet eigenlijk niet hoe die heet. Ik moet even nog een naam voor hem gaan verzinnen. Welkom in ons dekenparadijs. Onze nieuwe vriend die komt uit Spanje. Die is gisternacht aangekomen hier in Nederland. Dus ik stel me zomaar eens voor dat dat een hele cultuurshock is. Dus ik ga hem even een dekentje op doen. Dan ga ik even hier eentje zoeken die past. Ik neem deze donkerblauwe mee. Ik denk dat die past. En dan gaan we gelijk even kijken hoe die eruit ziet. Hey, en daar is die. Hallo. Nou, hier is die. Ik denk niet dat er iets van te zien is. Hij is in ieder geval volledig donkerbruin. En het is een PRE. Die hadden we nog niet. Ik heb dus bedacht dat hij Paella heet. Want dat is eigenlijk het enige Spaanse wat ik kan verzinnen. Dus hij gaat voor nu door het leven als Paella. Oh, dat is wel lief en nieuwsgierig. Hoi. Goed zo. Nou, wat dekje op doen. Goedemorgen. Het is donderdagochtend. En ik heb vandaag les met Cas. Ik ben een beetje zenuwachtig. Niet omdat ik denk dat Cas gek gaat doen. Maar gewoon omdat ik natuurlijk best wel lang geen les meer heb gehad. Omdat Cas geblesseerd was. Omdat ik even uit was geweest. Ja. En dan wil ik natuurlijk allemaal dat het heel goed gaat. En dat gaat dan natuurlijk waarschijnlijk nog niet. Dus dat vind ik best wel even een dingetje. Nou, ik heb net alles buiten gezet. En vandaag is de dag, nou ja, althans gisteravond om 10 uur, gingen de nieuwe maatregelen van kracht. Voor ons heeft het op dit moment vrij weinig extra gevolgen. Want de kantine was natuurlijk al dicht. Voor de rest zijn er geen dingen bijgekomen die wij hier nu nog niet deden. Behalve dan dat het natuurlijk echt heel
Ze kunnen het nog niet verplichten, maar het dragen van een mondkapje wordt natuurlijk wel echt heel erg sterk aangeraden. Dus ik heb een mondkapje en als ik dan, binnenloop, dan doe ik het mondkapje op. En als ik naar buiten ga, dan hou ik hem of op of doe ik hem soms even af. Ik vind verder zelf geen probleem om een mondkapje te dragen. Ik vind het ook niet per se leuk of zo, maar ik vind het ook niet erg om te doen. En als ik daarmee andere mensen help, dan doe ik dat graag. Ik ga alles klaarmaken voor de les alvast. En dan kan Cas straks eten. En dan kunnen we gaan. Ja, ik ben even in de war. Want ik had natuurlijk gisteren laten zien dat we gewisseld hadden. Dus Dani staat Kier in deze box te zetten. En ik denk echt, is zij nou niet wijs of zo? Maar dat is ze natuurlijk ook niet. Maar wie heeft het ook over? Cas is klaar. Ik ben klaar. Nou ja, ik ben er niet klaar voor. Maar ik ben aangekleed. Ik ben klaar mee. Ja, maar dan ben ik over een uur. Wil jij Cas meenemen? Dan neem ik... Ik heb een zweepje bij. Mag ik het hoofdstel? Jij mag het hoofdstel. Had je ook een bondje? Ja, een kindbondje heb ik ook bij me. Hoi! Ben je bang? Ben je wat ik niet mee heb genomen? Nou? Ik heb hem eraf gehaald, de kindketting. Hier, alsjeblieft kijken. Stom, ik dacht nog net op dat ik die kindketting meeneem. Waarom heb je die in godsnaam dan ook eraf gehaald? Ja, omdat ik hem schoon kan maken. Mijn hemel, nou ik ga wel weer naar Gedien op zoek. Die zal wel weer... Laat eerst mij er dan af. Die zal mij binnen zien komen en zeggen, wat ben je nou weer vergeten? Sorry. Wil je mij dan eerst... Goed zo, braaf paard. Kijk eens. Ja. Dit gaat ze weer hoor, met een mondkapje. Met lang haar is het nog niet heel handig. We zijn thuis van de les. We zaten natuurlijk weer te kletsen, dus we waren een beetje laat. Waardoor ik toen ik thuis was gelijk les moest geven. Dus Cas heeft in de stapmolen uitgestapt. Ik heb hem ondertussen gevangen. Het is nu dus tijd om hem verder af te verzorgen en om alle spullen op te ruimen. Ik ga nu even zijn benen koelen. Dan ga ik hem lekker rossen. Dan krijgt hij zijn therapiedekentje op. En dan smeer ik hem natuurlijk nog in met koelgel. Hij is nu lekker aan het eten. Lekker hè, vriend. Even lekker rossen. Zo rossen we en het zweet eraf. En nog een geven we lekker zijn spieren een massage voor het harde werken. Ik ga dit rossen en afverzorgen even afmaken. Blijf staan. En dan ga ik met Jolie naar de zwemles. Ik leef natuurlijk in een soort van permanente staat van haast. Dus dat moet ook nog gebeuren. En dan ga ik nu voor vandaag afsluiten. Steef ging met haar les echt super goed. Ik was echt trots weer op ze allebei. En tuurlijk, na zo'n periode van herstel moet er nog heel veel bij allebei qua spieren, uithoudingsvermogen en controle plaatsvinden. Maar dat komt vanzelf. Oefenen baat kunst. Ik ga nu lekker lesgeven. Ik heb ook, zoals je ziet, mijn mondkapje bij me. Dus let op, ik ga nu de stal door. Dan gaat mijn mondkapje om. Zoals je ziet. En als ik dan in de bak ben, dan mag die eraf. Nu in de bak mag ik het mondkapje dan ook weer af.
Maar dat moet ik even netjes met twee handen doen. Want ik moet het kapje wel op de goede manier afdoen. Dat niet mijn vieze vingers en zo aan de binnenkant zitten. Of vuile stof aan de binnenkant zit. We hebben onderweg de hindernissen gebouwd. En ik ga nu even zoeken waar ze er is. Daar. Tessa springles geven. Mooi recht. Tussen je kuiten. Recht over de balken. Recht over de balken. Ja, dat mag dus met een beetje meer been eraan, hè? Dus niet zozeer dat je hard wil, maar we willen iets voorwaartser. We willen met de grotere passen naar de overkant. Dat is ook de reden dat we de balken neerleggen, hè? Dat we haar willen stimuleren om grotere passen te maken. Ben jij vooral op zoek naar halstrek. Goed zo. Als het je lukt, Tess, mag je een beetje in de verlichte zitten. Niet eens zozeer dat je helemaal mee gaat de verlichte zit tussen z'n oren. Maar gewoon jezelf een beetje lichter maken. Onderbenen en je knieën. Onderbenen en je knieën. Zo. Als het je lukt, mag ze ietsje ontspannender galopperen. Dus. Ja, heel goed. Zo. Wacht in je lijf. Goed zo. En wacht in je lijf zonder achterover te gaan zitten, hè? Ik hoop dat je hebt genoten van deze weekvlog. Ook namens deze jongens, tot volgende week. Vergeet vooral niet te liken en te abonneren. En dan hopen we je volgende week weer te zien. Doei!